Hello everybody and welcome to a new video. Today I got a really exciting video for you with the guys from Apex Records. So Apex Records is a new label that arose from passion. They say that their love for each other and music sets them apart. So I'm really curious how well they actually know each other, and we're gonna find out in a tournament. So if you know Dutch, please turn on your subtitles and let's see. Round 1. Yo, ik ben Oscar, ook wel Scarra, en vandaag ga ik Marvin inmaken, maar dat zie je wel. Marvin, vertel. Ik ben Marvin de Groot, ook wel Fasto. Nou ja, het is dus de bedoeling dat ik van Oscar ga winnen, maar ja, dat is even afwachten dus. Oké, jullie mogen straks, als ik een vraag stel, eerst opschrijven wat je eigen antwoord is. En dan wat het antwoord is van de ander. Okay, de eerste vraag is, wat is je favoriete hardstyle-artiest? Oké, dan mogen jullie hem over 3, 2, 1 omhoog houden. Ja, Marvin heeft een punt. Okay. Lekker jongens. Goed begin is het half werk. Gefeliciteerd, okay. Hè Marvin, echt hartstikke leuk. Moet je druk al? Straks zijn we helemaal geen vrienden meer. Oké, de tweede vraag is, welke plaat van de Apex Alliance EP vinden jullie het tofste? Deze lijkt me echt heel simpel, als ik eerlijk mag zijn. We gaan het zien. Oké. De bovenste is van mij, de onderste is van Oscar. Oké, 3, 2, 1, go. Ah! Ik dacht echt van, maat, als ik mijn eigen plaat ga zetten, dat kan echt niet, hoor. En ik had toch zo'n gokje van, nou ja, weet je, misschien zeg jij mijn plaat om chill te doen. Maar fuck dat. Was te verwachten, toch? Oké, helaas, beide geen punten dan. Laatste vraag, tenzij jullie gelijk komen te staan. Hoe ben je gestart in de hardstyle? Marvin, deze hebben we, deze kunnen we. Deze hebben wij, maat. Ja. 3, 2, 1, go. Hoppa! Beide een punt. Daar komt al het kikkerrollen vandaan, toch? Ja. Ja, maar ja, Ik drumde echt altijd in metal bands en zo. Mm-hmm. En we namen ook altijd onze eigen muziek op. En ik vond het altijd wel vet. Ik had altijd iets van, hoe de fuck werkt dat op de computer, weet je wel? Hoe laat je iets goed klinken? Ja, en toen kwam ik eigenlijk bij dubstep en shit uit. Maar ik was op zoek naar iets waar ik voor mijn gevoel meer creatiever in kon zijn. No offense naar alle dubstep mensen. En toen hoorde ik Warface. En toen was dat het voor mij gewoon. Wat ik niet gekocht. En Marvin, zelfde soort verhaal? Of? Ja, ik ben begonnen met drummen toen ik 6 was. Daarna eigenlijk ervoor gekozen om alle slagwerkinstrumenten te gaan leren bespelen. En toen op mijn 15e ben ik eigenlijk gewoon overal mee gestopt. Omdat ik hardstyle wou gaan maken. Dus ik heb daarvoor ook eigenlijk nooit een andere genre geproduceerd of zo. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk daar gewoon meteen mee begonnen. Oké, tof. Marvin heeft 2 punten en Oscar maar 1. Jongens, ik ben een klein beetje teleurgesteld. Nee. Ik hoop Marvin, ik zie jou in de volgende ronde. Ik ga snel door, anders zijn we heel lang bezig, denk ik. Dus, yes. Goed, nou. Thanks, guys. You. Round 2. Ja, hoi. Ik ben Martin. 50% van Resurrex. Doe samen met Gino. Wonen in Krommenie. Goed om te weten. Ja, nee, helemaal afgeleid, joh. Werk nog steeds ernaast. Muziek is echt mijn passie, mijn leven. Echt, nu door het hele quarantaine gebeuren, merk je pas echt hoe erg je het mist. Ja. Dat is niet te geloven, joh. Echt die weekenden, echt waar, daar keek je naar uit. En nu heb je zoiets van, joh, het maakt geen zak uit. Gewoon dat standaard burgerlijke leven, lekker voor de... Nou, lekker. Voor de baas. Ja. Echt helemaal kut. Helemaal zal ik me even voorstellen. Ik ben Gino. De andere helft. De andere 50% van Resurrects. En hetzelfde als Martin. Ik werk hier nog steeds ook naast. En inderdaad, met het quarantaine gebeuren zie je inderdaad, merk je inderdaad wel hoe kut het eigenlijk is om in één keer dit niet meer te kunnen doen. Nou ja, in de studio te kunnen zitten, maar niet meer te kunnen optreden als het ware.
En nou ja, voor de rest slepen we ons er al doorheen, denk ik, met Netflix en chill en gebeuren. Dus dat komt wel goed. En raar, ik bedenk. Ja, okay. Ik kan toch niks anders doen. Vertel. En ik ben Sam. Jullie zullen ook kennen als MC Synergy, ook de MC van Apex en bij Upcoming DJ Management. Ik ga niet vertellen hoe oud ik ben, dat is allemaal informatie voor jullie dan. Super 28. Ik woon in Utrecht, ik geef les op een middelbare school als dramadocent. De stad die werkzaamheden liggen nu ook een soort van plat, dus voor mij is het ook echt de tijd overbruggen. En ja, zo snel mogelijk op dat podium staan en vooral met deze twee mannen weer knallen, daar heb ik zin in. Dus, groot gelijk. Dus dat. De eerste vraag is, wat is je favoriete hardstyle artiest? Yes, 3, 2, 1, nee. Dit is de mijne. Oké. Okay. Celtic en Randy. En die van elkaar? Ja, ik dacht deze Gino. Geen idee waarom. Hey, je gaat de classics, man. Jullie hebben het echt flink fout. Oh! Hey, holy shit. Okay. Oh! Ja, lekker maat. Heeft iemand nu überhaupt een punt? Nee, ja. Nee, ik deed niet mee in dit geval. Gino was nu zeg maar dus de punt. Gino heeft gewoon verpest. Ja, precies. Oh, oké. Okay. Okay, volgende is, welke plaat van de Apex Alliance EP vind je tofst? Tofst, moeilijk woord. Dus dan Martin versus Sam nu. Nou, lekker. Ja. Oh, gok. Yes. Yes? Ja. Oké. Okay. Ja. 2, 1, go. Dit is mijn favoriet. Ja. Oh, nee, serieus. En die heb ik voor jullie opgeschreven. Ja, jij liet je eigen zien toch, Martin? Of die van hem? Oh, ik dacht juist van welke hij favoriet vond. We hebben jullie het omgewisseld. Nee, dit is mijn favoriet. Ik had opgeschreven, dit was mijn favoriet. En ik had opgeschreven, dit was hun favoriet. Oh. Nou, gaat al vet goed hier. Ja, ik vind dat ik gewoon een punt verdien. Jullie hebben dat 2 keer verneukt. Ja, is goed joh. Je hebt een punt. Ik heb echt een punt. Gewoon omdat hij heel hard zijn best doet. Op het moment. Yes! Oké, okay, laatste vraag. Hoe zijn jullie gestart in de hardstyle? Godverdomme. Oh, ik ben het schelder. Hoe zijn we gestart in de hardstyle? Ja. Ja, maar jij moet het van Sam... Ja, jij moet het van jullie, hè? Ja, van Sam en van jezelf. Deze is wel echt heel kut, want deze weet ik. Want ik had gisteren die livestream van jou bekeken, Sam, met Ian. Ja. Dus echt heel kut, ik weet het. Maar daar heb ik het niet in gezegd, hè? Oh, hoe is Sam gestart in de hardstyle? Ja. Ja, ik mag niks zeggen, man. 3, 2, 1, go. Jullie kwamen elkaar tegen op een feest en raakten aan de babbel en wilden vanaf daar samen verder gaan. Dat ja, klopt. Oké. Okay. Dat dacht ik bij jullie. Ik dacht, Warface Budapest. Dat is niet goed, man. Waar was het precies begonnen? Wat zeg je? Warface Budapest was echt een beetje... De doorslag? Nou, dat heeft me wel bij Wendy uiteindelijk gebracht. Maar het begon bij Castle of Love. Toen had ik Jack of Sound een bericht gestuurd. Hoe ik zijn set mocht hosten. En dat mocht. En via daar ben ik weer bij Stan van of Killshot terechtgekomen. Oh, dat is echt stom. Dat is echt stom, want dat heb je maar gewoon verteld. Volgens mij. Ik denk het wel. Lul, man. Godverdomme. Nice try. Okay. Hoe is dat bij jullie ontstaan dan? Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, zelfs zonder bonuspunt had Sam gewonnen. Dus sorry jongens. Maar zelfs met z'n tweeën kunnen jullie het niet overwinnen. Ik ga snel door. Sam, ik zie je zo in de finale. Top, leuk. Round 3. Ik ben Geert. Mijn actieve naam is Criminal. En ik ben onlangs getekend bij Upcoming. En recent ook bij Apex. Morgen hebben we een release. Onze eerste EP. Met z'n allen. En daar staat mijn nieuwe solo in mijn nieuwe track met Synergy op, MC Synergy. Namelijk de Power of Synergy. Dus Hoi Geert.
Hoi Levi. Ik ben Levi, of zoals heel veel mensen me kennen, ik ben Krajax. Ik ben ook getekend bij Apex, Apex Management, Apex Records en bij de Wishlist Agency, wat toevallig vandaag bekend is gemaakt. Morgen staat er ook natuurlijk een track van mij op die EP, dus lekker luisteren. Helemaal top, met mijn zin in. Gaan we doen. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Zeker. Oké, de eerste vraag is, wat is je favoriete hardste artiest? Nee, ik heb het... Nee. Ik weet nog eens wat mijn eigen favoriete artiest is. Ik heb geen idee. Oké, je mag hem omhoog houden in 3, 2, 1, show. Je kan het, ik weet alleen niet of je het kan zien. Ja. Mijn is gekanteld namelijk. Same. Maar jullie hebben het altijd fout. Tweede vraag. Twee. Welke plaat van de Apex Alliance EP vinden jullie het tofste? Dat is allemaal vet. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Ja? Ik ben echt heel benieuwd. Of ik ben echt heel benieuwd wat je allemaal gaat schrijven, houden. Yes. Ja, zie je? Oké, 3, 2, 1, go for it. Twice. Even helpen hoor. Ik heb bovenaan heb ik Power of Synergy, dat is die voor mezelf. Ja. En voor Geert heb ik die Never Be Alone. Die klopt dus. Ja. Oké, okay. Yes. Nice. Oké. Okay. Ik heb een punt. Lekker man. Yeah. Oké. Okay. Lekker pick. Laatste vraag. Okay. Hoe kan je start in de hardstyle? Ja, weet ik veel. Ik heb hem zo fout. Oké. Ja? Oké. 3, 2, 1. Laat zien. Oké, vertel jongens. Zal ik dan wel als eerst gaan? Ja. Yeah. Yes. Voor mezelf was het, ik had sowieso één vriend op de basisschool, op de middelbare school, die liet Apple Studios zien. En toen had ik destijds ook een andere maat van mij en die liet mijn hart zo horen. Dus toen was het echt 1+1=2. En toen wou ik gewoon muziek gaan maken. Voor mij was het gewoon de passie voor de muziek. En ik denk dat ik 13 was of zo toen ik voor het eerst hardstyle hoorde. En toen heb ik in hetzelfde jaar nog FL Studio gefixt als hackerman zijn en toen mee aan de gang gegaan en nooit meer mee gestopt eigenlijk. Ja, wat hadden jullie voor elkaar opgeschreven? Ik had bij Geert had ik hackerman opgeschreven, want dat was het enige wat ik kon verzinnen. Ik had bij Levi had ik rijden opgeschreven. En, Ja, Levi had sowieso gewonnen, maar hij krijgt wel een extra punt voor hackerman, vind ik. Oké, okay, nice. Lekker man, lekker. Oké. Okay. Ik had niet gedacht dat ik zou winnen. Ik ga Geertje dan uitkikken. Sorry Geert. Doei Geert. Tot de volgende. Weer erbij te gooien. Mazzel. Adra. Final round. Ja. Hey man. Ja. Finale. Nee. Ik wist het. Hoe wist je het? Nee, zeg maar. Oké, zijn jullie klaar voor de finale? Ja. Ja? Bring it on. Het is weer eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik heb 3 vragen, eventueel een bonusvraag voor jullie. En dan gaan we zien wie van jullie wint. Ben je klaar voor de eerste? Oké. Okay. En ik moet dan nu het antwoord van Levi en van Marvin opschrijven, toch? Ja, dus 3 antwoorden. Oh, zullen we die even aan de kant doen? 3 antwoorden, shit. Ja. Welke van de Apex Record artiesten vind je het irritantste? Yo. Wow, hier moet ik heel even over nadenken, fuck. Oké, 3, 2, 1, go. Oké, wacht, ik moet... Hoezo iedereen bij mij? Altijd Gino, man. Als Gino gedronken heeft... Wie heb jij, Marvin? Ik zie je niet. Ik heb alleen maar Levi. Ook voor mezelf. Oh, dan heeft niemand een punt. Jullie geen punten. Niemand een punt. Ik had mezelf bij jou opgeschreven. Ik denk, ja. Hè? Ik had mezelf ook bij jullie opgeschreven. Ik dacht, omdat ik zo van onzin in de groep zet gewoon altijd. En nooit iets snap. Gast, jij stuurt 1 keer sporadisch een foto van jezelf met onderkin. That's it. Ja, maar weet je wat is? We zijn allemaal wel eens irritant bij. Ja, dat is waar. We hadden Wendy moeten opschrijven. Ja. Ik was gewoon lekker bezig, maar ja, hè, kan maar. Oké, vraag nummer 2 is, wat was je eerste release? Oké, 3, 2, 1, go.
Ik weet het echt niet, jongens. Oké, bij mij staat er, bij mezelf staat Stuck in the Ground. Ja. Bij lekker, Marvin staat, bij Marvin staat een of andere euforische zaadplaat. En bij Sam staat The Power of Synergy. En ik heb bij mij staat Liberation, bij Levi staat Stuck in the Ground en bij Sam staat Combining Forces. Dus heeft sowieso één punt, toch? Ja. Yeah. Yeah. Bij mij staat Stuck in the Ground en Liberation. Nee, bij mij staan twee vraagtekens, maar mijn eerste release is natuurlijk Combining Forces, Levi. Ja, yeah, dus Marvin heeft twee punten, toch? Goeie. Ja. Combining Forces, G. Echt niet. Dat is Oscar die die vocals heeft gedaan. Gast, serieus? Ja, man. Sowieso. Dat heeft hij gedaan. Ben je er nou? Gast, serieus? Ja, man. Ja, serieus. Nee, je bent maar aan het kutten nu. Flikker op. Nee, zeker niet, man. Zeker niet. Ik geloof je aan die tuben en op jouw kraaien. Godverdomme. Oké, nou. Okay. Mark heeft twee punten. Ik heb... Ja, ik heb dus 0 punten. Ja, eigenlijk heb ik nog maar 1 vraag. Maar zullen we dan gewoon nog 2 vragen doen om het spannend te houden? Ja, yes. Zeker. Oké. Okay. Dus we hebben nog, wat is je droomboeking? Zijn we er klaar voor, mensen? Oh, nee, Sam nog. Sam, schiet eens op, jongen, natnek. Oké, okay, let go. Okay. 3, 2, 1, go. Echt, mannen kunnen echt niet schrijven, hè? Hou je mond. Oké. Okay, moet ik als eerst? Ja, doe maar. Ja. Voor mezelf staat een eigen feest in de Ziggo Dome. Bij Marvin staat Defcon Red. En bij Sam ook. Marvin, jij? Ja, ik heb dus bij mezelf Defcon Blue staan. En bij Levi had ik ook Defcon Blue staan. En bij Sam had ik Defcon Main Red. Ah, die hebben dus allebei, hoop ik. Ik had eerst Defcon Red, maar toen dacht ik, nee, ik vond mezelf Climax. Ja, schrijf uit, maat. Sowieso Climax, man. Levi, Defcon Blue en voor Marvin ook Defcon Blue. Waarom pak je... Ik wil mijn eigen feest in de Ziggo, man. Dat heb ik ook, dan heb ik dat bij deze ingevuld. Nee, zeker niet. Dus niemand heeft een punt. Nee, weet niet. Ik heb een punt. Wil je de bonusvraag nog doen of geven we... Nee, ik heb een punt. Sowieso. Hoezo heb je een punt? Ja, Marvin heeft Defcon Blue opgeschreven, toch? Ja. Oh, ja. Zichzelf. En dat heb ik ook. Okay. Nou, we doen gewoon nog even die bonusvraag. Ja, leuk, joh. Want Sam kan het nog gelijk maken dan. Ja, daarom. Oké, okay. Wat is de grootste blunder die je ooit gemaakt hebt tijdens een boeking? Maar wacht even, kan ik ook gewoon bij Sam zijn naam opschrijven? Want hij is een hele grote blunder onstage, dus. Ja, joh, ik gok maar wat, hoor. Ik heb ook gegokt, man. Ik heb geen idee. Ik ook. Zullen we hem gewoon voorlezen? Ja, oké. Okay. Ja. Ik ga als eerst. Yes. Ik heb voor mezelf, bij mijn allereerste boeking ooit, heb ik echt tering hard op de verkeerde cue gedrukt. En ik was na mijn set op Liverdis, had ik iets te snel mijn wodka opgedronken. Dus die heb ik wel even gevoeld de 3 uur daarna. Voor Marvin heb ik, misschien wel meer inside joke, de decibelkar op vrijdag. Doet iedereen er zoveel zin in. Oh ja, dat was ook zo wat, ja. Die heb ik zelf niet opgeschreven, man. Maar ja, dat was ook wat. Dat was wel gezellig, man. Ja, die sfeer was goeie. Iedereen op campingstoeltjes, ja, kijken wat de fuck is die vent aan het doen. En jij zit echt, En bij Sam, ja, hij is MC, dus hij heeft sowieso wel een keer een verkeerde artiest aangekondigd. Een verkeerde naam aangekondigd. Ik had bij Levi dat de muziek stilvalt. Nou, dus je klikt op de knieuwknop, dus je muziek valt stil, toch? Yeah. En dat had ik bij Marvin ook. En ik dacht, ja, volgens mij gebeurt je dat sowieso wel een keertje. En ik had niet dat ik de verkeerde artiest had aangekondigd, maar wel een keer over mijn woorden gestruikeld. Toen ging Deadly Guns aankondigen. Toen was ik zo gefocust. Oké, ik moet dit goed doen, want het is Deadly Guns. En toen ging het gewoon helemaal mis. Dus niet de verkeerde naam, maar wel volledig over mijn woorden gestruikeld, man. Nice. Oké. Okay, Marvin? Ja, ik heb dus bij Levi muziek uit laten vallen. Bij Sam, ik heb maar wat gegokt, maar Sam die zingt nog wel eens of zo. Dus ik dacht, Sam die heeft gewoon een keer knijtersvals aan zingen of zo. En bij mezelf heb ik een keer op een boeking de verkeerde regain aangesproken. Verkeerde regain? Wat is het? Ja, het was op Ascent, man. En regain die had mijn plaat gedraaid op Defcon.
Alleen, ik had alleen via social media contact met hem gehad en nog nooit real life. En op een gegeven moment loopt daar dus een gast. Ja, ook gewoon dezelfde lengte, weet je wel. Kaal, ook best wel een grote neus. Oh, dat weet ik nog. Die stond daar voor hem, toch? Ja. En hij had echt zo'n hard voor hard shirt aan. Dus ja, jongen, zelfs mijn vrienden zeiden van, hé, hey, daar heb je hem. Dat is een gissen. Dus ik naar die gast toe van, yo, thanks for playing my track of Defcon en shit. En hij zat echt zo mij aan te kijken. En dan zeg ik op een gegeven moment, yo man, I'm not regain. En ik zo, oh my god. Oh. Dat, ja, was dat tijdens een boeking voor jezelf? Ja, ja, dat stond ik, ja. Holy shit. Maar Regain, die had diezelfde avond zelf nog in zijn story die vent gepost van, ik zie mezelf lopen. Ja, dat was ook echt niet normaal, maat. Maar oké, okay, wacht, dus iedereen... Ik heb nu echt heel vaak het fruit uit laten vallen, besef ik me nu net. Ja. Ja. Maar je bent ook echt een kutdje. Produceer ik even. Wat was dat op die dancecar, toch? Toen moest ik van de politie, met Arno moest ik gaan stoppen met draaien. Toen dacht ik, fuck de politie. Oh ja, dat was mooi. Had die guy die kabel eruit getrokken. Ja, man. Ja, dat was kut. Dat jij nog ineens fuck de police erin gooide. Ja, dat zeg ik net. En toen hij aankwam lopen, zo die kabel van die mixer eruit. Ja, man. Yo, die kabel eruit. Nou, die bek houden. Ja, goud. Verdomme. Oké, okay, dus ja, ik heb 0 punten. Lekker dan. Ja, Marvin heeft nog steeds gewonnen. Ik heb jullie heel veel kansen gegeven, maar... Ja, ik doe nog één vraag. Wat is de eindscore geworden, toch? Nog één vraag, kom op. Wat is de eindscore geworden? 3-2-1. Jij hebt er 2, Sam. Marvin heeft er 3. En... Die had ik vooraf voor getekend, joh. Die had ik een bonuspunt gegeven voor... wat zei die? Ik weet niet precies wat die zei. Wie? Voor, ik? Of Levi? De decibel car of de zaad, de euforische zaadplaat van Marvin? Daar had je een bonuspunt voor. Ja, 100%. Want het is toch ook gewoon zo? Ja, tuurlijk, maat. Echt gewoon ja. Jongens, ik ga jullie bedanken. Want anders zijn we hier over een uur nog gaan praten, denk ik. Ja, dat is. Marvin, jij krijgt een cadeautje thuis. Als het zover is, stuur even een foto. Tag ons en zo. Ja? Yes, ga ik doen. Zijn meetlint op 1,5 meter afstand houden. Nou jongens, de bal, hè? Hey, later. Als jullie dit leuk vonden, geef dan een like. Vergeet niet te abonneren. Iedereen die ik vandaag gesproken heb, die mee heeft gedaan, gooi ik in de beschrijving. Volg ze allemaal. En natuurlijk, als jullie meer over Apex Records willen weten, staat ook in de beschrijving. Tot volgende week. Elke donderdag om 7 uur een video op het moment. Volgende week hebben we een compilatie. En er komen nog meer interviews aan. Dus doei!